Er wordt nog hard gewerkt in het Hof van Nederland. Ik ben Vincent Mensel. Ik ben van oorsprong een Dordtenaar. Hoewel hier niet geboren, heb ik hier toch mijn jeugd doorgebracht. En het Dordts Museum heeft mij bij monden van Peter Schoon gevraagd of ik hier naar aanleiding van de Koningsdag die hier komt, koninklijke fototentoonstelling te maken. En die gaan we nu naar binnen. We beginnen met de kroonprins, of met de koning nu, maar toen nog de kroonprins. En toen hij nog 18 was, zoals je hier achter ziet, toen was dit nog de echte koningin. Nee, niet echt meer, maar dit was dan al de koningin, zijn moeder. Dat was zijn grootmoeder, de oude koningin. Het Dordts Museum had dus bedacht, omdat ik een oude Dordtenaar ben, om hier wat in het kader van mijn verjaardag die hier aankomt, maar ook mijn jeugd die ik hier heb doorgebracht, de geschiedenis die ik met het Hof heb, om hier dan een aantal van die, naar aanleiding dus van het koninklijk bezoek, uit mijn rijke collectie fotografie, een serie foto's op te hangen die te maken hebben met het Koningshuis. Het is geen geschiedenisboekje van de Oranjes, want dat kan niet en dat heb ik ook niet. Het is een greep uit een collectie van mij en dan nog heel minimaal. Het is ontstaan door mijn werk voor NRC Handelsblad. En ik heb daardoor natuurlijk als opdracht vaak een sessie gemaakt, in de zin van een ontmoeting gehad. Dat er een bezoek ergens was, zoals bijvoorbeeld een heel klein maar lief fotootje van Juliana die in Dordrecht bezoekt in 1977, het Dordts Museum. En dan is ze incognito in dit museum. En dat is eigenlijk een heel schattig fotootje. Komt een leuke mevrouw naar buiten, of een aardige mevrouw naar buiten wandelen. Er staan wat kindertjes te klappen. En de burgemeester is er op de achtergrond en de commissaris van de koningin. En er staat een agent bij en die even nog zo doet zoals het hoort. Een agent die even, is geen reden toe, maar altijd even de burgerij op een afstandje houdt. En nou, dat is eigenlijk dat is een van dat soort foto's. Daar was ik dan bij. Ik werd gevraagd. De NRC zei, ga jij daar eens een foto maken? Nou, dat is helemaal niet zo erg bijzonder. Het zijn ook geen spectaculaire foto's of zo. Maar het zijn eigenlijk de doorsnee foto's die je maakt van belangrijke mensen die ergens op bezoek zijn in dit land. Nou, de aanleiding voor het Hof is natuurlijk eigenlijk wel heel erg leuk. Omdat ik hier als jongetje rondscharrelde. Mijn school was hier om de hoek, de Statenschool. Mijn vader was dominee in de Augustijnenkerk. Althans, dat was een van zijn kerken. De Statenzaal die dadelijk plechtig weer heropend wordt door de koning. Dat was vroeger mijn gymzaaltje. Wij liepen van de Statenschool naar dat hoekje in het hof. Dus niet dit zaaltje, wat even gedacht werd. Maar het zaaltje in de hoek, de echte Statenzaal. Dat was ook met zo'n houten vloertje en ramen. En de meester in de hoek met een driedelig pak en een sigaar en een stok. En dan liepen wij braaf rondjes in dat zaaltje. En dan het stof dwarrelde omhoog. En dan liepen we 6 rondjes. We trokken eens 2 keer op aan de ringen. En dan was het wel weer genoeg. En dan gingen we weer naar de Statenschool, naar de bovenste verdieping. Ik ben ooit eens bij Prins Bernhard op zijn kamer geweest. Hè. Om een portret van hem te maken. Toen was ik nog een klein jongetje. Ik was net in de lange broek, zal ik maar zeggen. En dat was verschrikkelijk leuk om te doen. Hoewel ik toen wel ook al wel een vond dat het gezag, de macht, het gezag soms wel eens heel erg uit de hoogte kon doen. Hè. Hij keek wat neer op mij omdat ik ook een camera had, maar hij had al wel een duurdere camera. Dat had hij zelf gezegd. Nou ja, dan zo van dat soort dingen. Maar door de jaren heen heb ik natuurlijk wat leukere contacten gekregen. In die zin dat ik heb met prinses Beatrix en prins Klaus ooit een leuke reis gemaakt naar China. In het begin van het einde van de culturele revolutie. Maar zij was nog prinses. En dat was met een klein groepje journalisten in 1977. En toen heb ik best wel hele leuke contact gehad. Niet alleen ik, maar ook iedereen die meereisde. Het was een heel ontspannen reis, met zonder al te veel, zeg maar, van die agenten die zo doen. Hè. En daardoor ontmoet je elkaar op een wat intiemere manier. Daar heb ik een heel leuk contact aan overgehouden met prins Klaus, die toen zijn zoontje 18 werd, had bedacht dat ik dan bij dat boekje wat er verscheen van Renate Rubinstein, Alexander, aantal foto's zou maken. En uit die sessie kwam bijvoorbeeld deze grappige foto.
waarvan die heeft nog op de cover van mijn boek, onder andere een van de covers van mijn boek geweest. Dat is uit zo'n sessie dat je bezig bent met elkaar en dat de fotograaf voor je staat en dat je, nou ja, de prins stond achter, prins Klaus stond achter mij, die ligt er een beetje bij en dat je dan een soort van, ja, tijdens die paar uur dat je bezig bent, zijn er van die momenten dat je zegt, of waar zijn we mee bezig, of je schiet in de lach en het was heel ontspannen. En daar is dit een van die beelden van die je normaal gesproken zou weggooien, maar een beetje verlegen, een beetje een foto waar je om moet lachen als je hem ziet. Toen ik de sessie met de kroonprins maakte, dat zijn moeder er even bij kwam zitten op de trap. He, als een, zoals het hoort. En ze had af en toe ook wel een beetje commentaar. En dan zei ik, maar mevrouw, we hadden afgesproken, u zou zich er niet mee bemoeien. Nee, maar toch. Maar, nou ja, zoals het hoort. Kijk of je haar goed zit bijvoorbeeld. Of je jasje wel, of je dasje, dat soort dingen. Ik denk dat zijn moeder daarom daar zo gezellig op de trap zit. En een aantal van die intieme foto's, ja, dat zie je terug. Die ik heb gemaakt bijvoorbeeld met... nou, daar hangt er hier een, ja, heel groot zelfs op de... En dat is wel leuk om er doorheen te lopen. Van het familieportret wat ik gemaakt heb voor het boekje. Toen de prins van Oranje 18 werd. Nou, dat is een gezinsfoto zoals we... Ja, als je mij vraagt, kom je om mijn gezin fotograferen en wij vinden elkaar aardig... Dan maak ik wel zo'n soort foto, zo'n ontspannen, plezierige foto. En ik denk ook dat de mensen dat zelf een beetje willen. Het is een soort interactie tussen de fotograaf en degene die erop staan. Nou, ze zijn natuurlijk wel uitgezocht voor het boek, Alexander. En ik denk, zijn moeder is heel kritisch, heel streng. Strenge meesteres, zal ik maar zeggen. Ze heeft ook met een strenge hand het land geregeerd, tussen aanhalingstekens. Nee, maar ze was er heel uitgesproken in. Nou, ik ben blij dat het door de censuur is gekomen. Maar ik had natuurlijk zelf ook een prettig idee. En ik heb ook gezegd, het moet wederzijds een beetje gaan, anders heeft het geen zin. Het is niet zo dat de fotograaf binnenkomt en die zegt, gaat u maar zitten. En dit wordt... Dit is de Elfstedentocht, waar haar zoon ook in mee schaatste in 1985 als, hadden ze ook een schuilnaam, had hij, W.A. van Buren. Maar dit is de koningin, omgeven door de gezagsdragers. Nou, toch, en dat, ik vind het zo bijzonder om te zien. Ik vind ook, als je er lang naar kijkt, moet je ook wel lachen een beetje, want dan zie je... Zo'n bromsnor, die zijn, zo'n agent die zijn pet een beetje scheef heeft staan. De burgemeester, voorzien van de ketting. Ik heb geen idee, maar dit is dan misschien ook een hoogwaardigheidsbekleder. Hier heb je de voorzitter van de Elfstedentocht. Hier staat de commissaris van de koningin. Nou, de burgerij een beetje eromheen. Lekker iemand met een checkie in zijn mond nog, dat komt toen nog allemaal. Gezagsdragers van het hof, de beveiliger, kortom... Alles in een clustertje bijeen. Nou, en dat is een beetje Holland op zijn, Holland op zijn best, zal ik maar zeggen. Nou, deze foto's die je hier ziet, even daartussendoor, dat zijn een selectie uit portretten die ik van de koningin heb gemaakt. Toen we een foto voor kunstenaars maakten waar ze de postzegel van konden, als onderdeel van... Van de vorm voor de postzegel. Uiteindelijk is dit portret gekozen door Struiken, Peter Struiken, om toen op dat beroemde stippeltjeszegeltje van te maken. We hebben het er ook heel leuk bij geplakt, even te laten zien dat dat is hem dus. Uit die selectie
Dat is een spel. Het is een beetje een film. Je loopt om elkaar heen, je bent met elkaar bezig. En je zegt, wat wil je nou precies? Hoe moet een postzegel eruit zien? Noemen we hem aan profiel. Dus ik heb ook aan profielfoto's gemaakt voor de kunstenaars. Zoals bijvoorbeeld de Dordtse kunstenaar Walter Nikkels, vormgever, heeft ook meegedaan aan die sessie. Hij staat ook op. Er komt ook een boekje bij, daar staat hij ook in. Dat hij zijn ontwerp presenteert. Nou, een aantal kunstenaars hebben geposeerd. We hebben gewerkt aan een postzegel. Nou, uiteindelijk is de keuze gevallen op struiken en daar is dit beeldje voor gebruikt. Ik vind dit een hele mooie verstilde foto van Prins Friso, omdat ik dat een bijzonder aardige en bijzondere jongen vond. Ook iemand die niet zich op de borst klopte van weet je wel wie ik ben. Maar die was in Engeland, hij had daar een baan en hij woonde daar met zijn vrouw, prinses Mabel. En ik ben een paar dagen bij hen geweest in het kader van een interview wat de NRC had met hem voor ons M-magazine toen nog. Dus het meeste is eigenlijk in kleur gemaakt en omgezet naar zwart-wit. En dat geeft ik was blij dat Charlotte dat zo mooi heeft uitgezocht. Eigenlijk begreep ik het eerst niet, maar als ik het nu ik het zo bij elkaar zie hangen, vind ik dat heel mooi sereen uitgezocht. Een aantal van die beelden van mensen, dingen die belangrijk voor hem waren, was zeer geïnteresseerd. Bijvoorbeeld in de architectuur, maar ook in het werk van Koolhaas. Dat was, meen ik, een vriend. Hij was de beschermheer van de Nederlandse molen. Nou, dan kan je hem heel uitbundig voor de molen zetten. Maar ik was toevallig met hem mee voor iets heel anders. Maar hij zei, ik moet even naar een foto, met iemand moet een foto van me maken in Delft bij de molen daar. Voor het blad van de Nederlandse molens. Van die Vereniging van de Hollandse Molen, is dat officieel heet dat. En toen heb ik gezegd, nou dan ga ik even mee, maak ik ook een foto natuurlijk. Hartstikke. En dat is eigenlijk een hele bijzondere foto geworden. Omdat hij, hij staat hier voor de twee belangrijke kerken in Delft. Hè? De, zoals hij dat zelf zei, de trouw- en de rouwkerk. En dat kwam er toen zo heel, zo van, dat zijn onze trouw- en onze rouwkerk. En dat vond ik toen zo'n bijzinnetje, maar wat zo eigenlijk heel belangrijk werd. Ja, we hebben samen door Engeland, door Londen gescharreld op zoek naar een leuke en interessante locatie met Mabel samen om een mooi portret te maken. Maar dit beeld vond ik ook heel mooi. Dat is gewoon staan tussen iedereen. Iemand zegt, mag ik er even langs? De fotograaf staat er wel, zoals wij hier staan. Maar er komt toch iemand die zegt, mag ik er even doorheen? Zoals er net ook even een paar mensen doorheen lopen. En daar hou ik wel van. En dat gaf ook weer het gemak waarmee zij zich en hoe prettig zij zich voelden in Londen. Mijn leven bij de NRC hield op een aantal jaren terug en ook hield dat op bij nieuwsfoto's maken. Dus ik heb natuurlijk nog wel de inhuldiging van de koningin gedaan in de Nieuwe Kerk met de bijbehorende rellen op het Rokin en in de stad. Nou, dat vond ik een heel aparte ervaring dat ik daar in een witte jas en een mooi zwart pak in de kerk zat om dat plechtige moment. Ook een beetje een sprookjesmoment of een beetje een soort van, het is een beetje een onwerkelijk happening. En dan een aantal beelden uit het leven weer van haar als koningin. En dan kom je langzaam maar zeker in de overgang dat de kroonprins zich warm loopt voor het koningschap. Dus met zijn vrouw komt er in één beeld in voor, Maxima. En nog een aantal dingen dat hij met zijn vader naar Afrika is gegaan. Wat zijn vader zo graag hem wilde laten zien waar hij als jongetje zelf gewoond heeft. Nou, dat was een ontroerend mooie reis. Dus een trotse vader die met zijn zoon, en ik merk het zelf, ik heb een dochter van 16 die ik dan meeneem naar Dordrecht. Zoals hier laatst, dat ik zeg, daar zat ik op school. Dat was mijn gymlokaaltje. Dit was dit, hier zat opa, was die baas van de kerk, tussen aanhalingstekens. Nou, zo liep Alexander aan de hand van zijn vader door Afrika met een klein clubje journalisten die op een hele aardige, bescheiden manier erachteraan hebben gehobbeld. En dus dat vond ik, dat heeft op mij wel weer hele diepe indruk gemaakt. Nou, en dan zie je hem ook dat hij een aantal van die politieke momenten mee moet maken. Soms wordt hij meegesleurd en dan ontdek je dat het achteraf niet zo wijs is geweest dat ze hem daar mee naartoe hebben genomen. Toen na dat bezoek van de jongens die uit Srebrenica terugkwamen. Maar ook een aantal dingen op een staatsbezoek met zijn moeder naar Indonesië. Waarvan je dan merkt, ook weer ook politiek gevoelig, maar dat hij dat leert.
meegaat naar de Auschwitz-herdenking. Ook leren hoe dat is. Dat zijn allemaal van die leermomenten die heel belangrijk zijn voor een jongen die ja, al op jonge leeftijd leert, moet leren wat het betekent om gezag te verwerven. Nou, en dan eindig je met nog twee prachtige beelden, vind ik zelf, die een beetje symboliseren de knel waarin zij zitten, waarin deze jongen ook, de koning, eigenlijk al gevangen zit. De mensen die om je heen staan, die je benauwen, die je beklemmen. Zoals hier, de koningin gaat dan zitten. En dan staan er allemaal eigenlijk veel mannetjes omheen, altijd heel veel mannetjes. En dan, dan zit jij daar en dan denk je, mijn god, wat gaat er gebeuren? Het zijn weer, de pers staat ervoor, die drinkt, iedereen wil wat, de cameraploegen, fotografen. En iedereen let op je. Dus je kunt ook niet zeggen, ik ga even zitten en dan ga ik even lekker in mijn neus peuteren of ik ga even op mijn kop zitten krabben. Nee, dat is allemaal, je moet overal op bedacht zijn. En dat vind ik in dit beeld, vind ik het zelf, en ik ben er altijd blij mee geweest dat de NRC het ook flink geplaatst heeft op de voorpagina. Nou, en dan zie je dat andere moment van Prins Klaus, die precies datzelfde gevoel had, die zich altijd in die kooi geklemd voelde. En dan dat beeld wat daarnaast hangt. Dit is het 12,5-jarig jubileum van koningin Beatrix, wat gevierd werd in de kerk in Den Haag. Nou, en ook even zo'n moment dat ik hem volgde en dat ik dacht, ik wil zien hoe hij hierop reageert. Nou, en dan eindig je met een van mijn laatste opdrachten toen ik wegging bij de NRC. Ik weet niet of het waar is, hoor, maar zij hield er ook een beetje mee op. Ze dacht, als Menzel gaat weg, ik ga weg. Laat me nog één leuke statiefoto maken. En dan is het niet de bedoeling dat je hier oploopt en ernaast gaat staan, want dan is het een verhoudingshoek. Maar het is een beetje een soort van, nou, zoals je in het hof aankomt, of bij een trap, je gaat daar zitten en je gaat, een beetje ouwe, echt met een knipoog, ouderwets. Nou, en dan kan je bijvoorbeeld, als je hier zit, kan je nog eens even gezellig met de oude koningin op de foto. En dan heb je een mooi overzicht gehad. En het is voor oudere mensen natuurlijk leuk, want de jonge koning, die moet zich nu gaan bewijzen. Over 20 jaar hangt hier misschien de oude koning Willem-Alexander weer. En dan hangt zijn moeder weer aan het begin van de reis.